Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is wederom te gast bij mij, Siebe Schaap. Siebe, jij bent voormalig lid van de Eerste Kamer. Ja. Dat heb je al 10 jaar gedaan. 12 jaar, ja. 12 jaar zelfs. 3 hele termijnen. Ja. Voormalig dijkgraaf, voormalig boer, ook in de Oekraïne. Ja. In Oekraïne. Ja. Die moet eraf, hè. Dat is, Maar ook wel schrijver-filosoof, hè? Met een hele rij boeken. Onder andere over Nietzsche. We hebben er ook eens één besproken. Dat ging dan, zat meer in de Thorbecke-Hegel-school. Ja. En ik zal die even plaatsen onder deze video, zodat jullie zo kunnen kijken. En vandaag gaan we het weer hebben over stikstof. Maar wel ook vanuit de bestuurlijke, politieke context waarin dit vraagstuk van stikstof eigenlijk gecreëerd is. Hè? Ja, heel goed. Ja. Eerst maar eens even een update. Het stikstofdossier vergeleek je aan de telefoon met een vulkaan. Toen ik zei van ja, het is nou toch weer even helemaal uit de lucht. Maar het is meer een vulkaan die pruttelt en zometeen weer tot uitbarsting komt. Het is even een beetje stil. Maar niet als je ook nog wat, laten we zeggen, achter de gordijnen loert. Bijvoorbeeld vanuit de provincies, daar gebeurt wel wat. Omdat die ook met het probleem zitten. Die moeten toch veel uitvoeren, hè, in het natuurbeleid, waaronder ook stikstof. En daar rommelt het behoorlijk. Ik begreep dat de provincie Overijssel al een claim van 25 miljard heeft ingediend. Nou, 5 miljard. Oh, 5 miljard, ja. 5 miljard. Ja, is het totaal 25 miljard vrijgemaakt? Ja. Dus ze hebben 5 miljard gevraagd, ja. De eerste provincie. Omdat ze met wat vermoedelijk naar hen toe komt er lang niet uitkomen. En nou, ik weet ook wel zeker dat de provincies het een beetje zat worden. De grote onduidelijkheid die er, laten we zeggen, in Den Haag heerst. Nou, dat werd tijd, want daarmee communiceren ze eigenlijk de onvrede van de boeren. Die zijn al langer van mening. Zij moeten kijken hoe, laten we zeggen, de dictaten die uit Den Haag komen, hoe je daar een klein beetje uitvoerbaar beleid van kunt maken. En dat gaat dus vooral op dit moment richting de landbouw. En dat valt niet mee. En dat komt omdat Den Haag wel heel gedecideerd praat. Maar als je even doorvraagt van wat bedoelen jullie hiermee, dan wordt het warg, dan de slechte definities. En dat heeft alles te maken met de wetgeving. De zwakste schakel in het hele natuurbeleid, dat is de wetgeving. Dat is opmerkelijk wat je dat zegt. Ja. Ik zou zeggen, die visiedocumenten van Remkes, dit kan wel, die zitten vol met hoopgevende vaagtaal. Maar de wet is toch vrij duidelijk? Bij Remkes zitten er goede redeneringen in, maar dan moet je even kijken de positie van Remkes. Het kabinet kwam er niet uit, de Tweede Kamer was richtingloos, een beetje stuurloos. En dan haal je er maar iemand van buiten bij. Maar zijn... En dan begin je dus gewoon te vertellen van ja, je wordt gespreksleider, want je moet die groepen wat bij elkaar zien te krijgen. En dat ontwikkelt zich langzaam maar zeker tot een stevig rapport met echt wel gevallige taal erin. Ja, maar Remkes maakt geen beleid. Het kabinet moet beleid maken, voorstellen aan de Kamer. En die moeten daar het groene licht op geven. En dan zie je het onmiddellijk weer stilvallen. Dus dat kunnen we binnenkort wel verwachten dat er een reactie op komt. Op het rapport van Remkes en in welke mate dat wordt omgezet in beleid. Nou ja, er zal iets moeten gebeuren. Alleen de contouren daarvan zijn mistig. Ik noem er eens wat. Bij D66 roepen ze de helft van het vee moet weg. Geen spoortje duidelijkheid over hoe dat dan moet. Moet elke boer halveren? Moet de helft van de boeren weg? Moet er wat anders gebeuren? En dan vooral de vraag, en hoe doe je dat dan? En wat gebeurt er met die industrie eromheen? Groot schemergebied. Ja, nou, daar valt een heleboel plat natuurlijk. Ja. Halveren, dat betekent voor heel veel ook faillissement. En dat geldt ook voor de boeren. Ik begreep uit de krant dat er nog weinig boeren zijn die nu zelfstandig vragen om een uitkoopregeling. Nou, dat is weer de volgende stap. Minder dan gehoopt. De volgende stap. 1000? Alles is onduidelijk. En, maar die uitkoopregeling is niet onduidelijk. Er is een uitkoopregeling mogelijk, toch? Bij die zogenaamde schemerzone van piekbelaster en groot bedrijf. Nou, wie dat zijn, weet ook niemand. Dat hele begrip piekbelasting, dat is ongelooflijk slordig gedefinieerd. Je moet met die ammoniak maar aanwijzen wie doet het en waar komt het neer. Nou, dat is bijna niet te doen met dat model dat gehanteerd wordt. Dus dit schemert. Dat weet het kabinet ook en toch wordt het gehanteerd. Er wordt heel luchtig gezegd, we gaan 600 piekbelasters, die gaan we eruit halen. Of die moeten zich zo omvormen dat ze in ieder geval niet meer schadelijk belasten. Maar wie dat zijn, weten ze niet. Even later moeten er weer 2.000 tot 3.000 veehouders moeten eruit. Wie dat zijn, weet ook niemand. Dus als dat beleid niet heel stevig gedefinieerd is en bovendien houdbaar, want dan komt het volgende.
Je kunt wel zeggen, wij gaan een goede uitkoopregeling maken. U krijgt 120% van de marktwaarde. Wat is dat, de marktwaarde? Dat weet ook niemand. Die boeren zitten allemaal aan de bank vast. De bank weet het waarschijnlijk ook niet. Wat een potje. Allemaal onduidelijk. Dus dit... Zou het misschien stiekem kunnen zien we dat er achter de coulissen toch meer besef is gekomen van de vooringenomenheden in de modellen? Dat men toch ook twijfelt aan die modelmatige berekening van stikstof? Op het moment dat je de PAF... Of is dat niet aan de hand? Nou, op het moment dat je de PAF van moet storten, dan komt het vanzelf voor de dag. En dat zou best kunnen dat dat ook begint door te dringen. Maar je moet hier nog één stapje terug, maar daar hebben we het al eerder over gehad. Ik heb grote problemen met het Natura 2000 beleid. Nou, daar heb ik als eerste Kamerlid, toen ik landbouw en natuur in portefeuille had, heel wat lange verhalen over geschreven en uitgedragen daar. En ja, dat heeft vrijwel nergens toe geleid, alleen maar we gaan gewoon door. En vervolgens de wetgeving daaromheen die daaruit afgeleid is, daar liggen ook grote problemen. En ik vind één, en dat is dan een mengeling van wetgeving en gewoon besluitvorming. Ik noem maar wat als in de wet staat 2035, het kabinet besluit opeens 2030. Hoe houdbaar is dat als het niet in de wet staat? Wat gaat mijn rechter daarvan zeggen? Maar goed, dat is weer de volgende mistbank. Een soort juridische maar incompetentie Die mengeling van die twee is dat we moeten een goede natuur in stand houden. Daar heb je parameters voor nodig om het te monitoren, om het te duiden. Dat heeft men gekoppeld aan ammoniak. De rest van alle beïnvloedende factoren is naar de achtergrond gedrongen. En dan moet je maar hopen dus dat wanneer dat ammoniakbeleid dan lukt, dat dan ook die natuur op de gewenste wijze in stand wordt gehouden. Nou, ik heb in de Eerste Kamer, weet ik wel vaak geroepen van, wij gaan hieruit van de maakbare natuur. En nou is veel natuur in Nederland ook door de mens tot stand gekomen. Het is eigenlijk, laten we zeggen, cultuurlandschap met natuurwaarde erin. Nou, mijn simpele redenering was, ga daar nou eens mee door, kijk hoe ver je mee komt. Neem alle beïnvloedende factoren, neem die mee. Nou, dat is ook nitraat, bijvoorbeeld uit grondwater of elders. Maar ook klimaatveranderingen, er gebeurt van alles. Er is een invasie van allerlei vreemde soorten is te bezig in Nederland. Planten en dieren. Neem dat dan allemaal eens mee. We hebben last van droogtes. Wat doet dat allemaal? Allemaal beïnvloedende factoren op die natuur. Neem nou die hele zooi eens mee. En dat vind ik hoort ook een beetje bij wat de representatieve democratie moet doen. Je moet representeren alles wat er in die samenleving omgaat. Dat moet je in het debat betrekken. En dat gebeurt dus helemaal niet. Maar je zou zeggen dat zelfs binnen de technocratische benadering van het vraagstuk van duurzaamheid, dus de benadering die zegt van laten experts het beslissen, dus dan hebben we representatieve democratie zetten we nog even tussen haakjes. Moet je, ja. Dan zou je toch eigenlijk ook verwachten dat een geordende technocratie ook wel die verschillende knoppen waar je kan draaien in ieder geval in beeld brengt en niet eenzijdig kiest voor bijvoorbeeld zo'n KDW-functie. Maar ik ben het er helemaal niet mee eens dat je experts moet laten beslissen. Nee, die moeten alles aandragen. Van alle kanten. En degene die besluiten moet nemen, die daar het debat over moet voeren, moet zijn informatie van alle kanten naar die tafel toe halen. En dan hebben we het erover. Nou, daar zijn we het over eens. Maar dan zijn er dus vanaf twee kanten is er dus eigenlijk al een probleem in dit beleidsvraagstuk. Namelijk dat de experts eigenlijk niet alle knoppen aandragen. Ja. Dus, en dat degene die daarover moeten beraadslagen, dat die dat eigenlijk ook niet integraal doen. Maar misschien deels door een gebrek aan... Er komen nog twee problemen. Als die wet bepaalde dingen stelt, dan hebben we heel veel actiegroepen in Nederland. Dat wordt echt een cultuur. Wordt ook zwaar gesubsidieerd door de verslavingsindustrie, zeg maar. Het subsidiemoralisme. Ja, dus die krijgen ook voor die goede doelen krijgen ze allemaal geld. Dus die hebben armslag genoeg om naar de rechter te lopen. Ja. Een goede rechter pakt de wet en regelgeving erbij en wat eerdere uitspraken en zegt dan dit is het kader waarop wij beoordelen. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Dat vind ik interessant, want dat is de vraag of dat is wat een goede rechter is. Hè? Nou, een rechter maakt geen beleid en de rechter maakt ook zeker geen wetten. Ja, maar de rechter zou toch met enige sociologische en ook... Nee, dat moet de bestuurder doen. Duurzaamheidsgevoel. Ja, maar als die het niet doet... Een rechter die moet de geest van de wet ook meenemen en nog wat van die zaken, maar hij moet niet zelf beleid bedenken. Of op een goede namiddag besluiten, weet je wat, ik ben ook een beetje milieuactivist, laat ik die lui maar gelijk geven. Ja. Dat mag een rechter beslist niet doen, dat moeten de bestuurders doen. Ja, maar dat is natuurlijk wel... Dat is wat er aan de hand is, Sibbe, dat is wel wat er aan de hand is. Nou, ik weet het nog niet. Nou, je ziet toch dat die rechters heel erg meebuigen met... Die rechters die pakken gewoon onze onvoldragen wetgeving erbij. Dat kunnen ze ook niet helpen dat die onvoldragen is. En gaan op basis daarvan gaan ze uitspraken doen.
En als het beleid zegt 2030, et cetera, et cetera, dan gaat de rechter daaraan toetsen. Ja. En de activisten die winnen dit keer op keer. Ja, dus er zit toch naïviteit bij die beroepsgroep eigenlijk. En dus moet je iets gaan doen aan die besluitvorming die wij gepleegd hebben. En ook zeker aan de achterliggende wetgeving. En als we dat niet doen... Ik heb een paar keer een lezing gehad en ook echt goede inhoudelijke debatten. Ja, vertel daar eens wat meer over. Want jij komt wel in het land, hè, als VVD, dat vind ik interessant. Ja, ik heb laatste keer opgetreden in Staphorst. Dat is een van voor mij onverprezen gebieden. Daar echt mensen waar je wat mee kunt. Oh. En 140 man in de zaal of zoiets. En de hele avond inhoudelijk gesprek. Maar dat zou ik eerder... Dus geen activisme. We pikken dit niet langer, helemaal niet. Wel, hoe komen wij hieruit? Oh. En dat viel niet mee om eruit te komen, want ik kon ze ook niet zoveel helpen. Goh, wat een veerkracht. Behalve, daar zei, jullie kunnen ook een klein beetje achteruit leunen, want dit beleid loopt hartstikke vast. En je kunt beter eens kijken van, hoe komen we er dan uit met elkaar? Hoe kunnen we dan toch positief, ook als boeren, hoe kunnen we dan inspelen op die vraag, doe wat aan de natuur? Of doe wat aan het oppervlaktewater. Nou, dit vind ik toch wel heel sappig dat je dit zo tussendoor even presenteert. Dus jij zegt eigenlijk, de machinaties rondom het stikstofbeleid zullen vastlopen? Ja. Nou ja, machinaties... Maak je er maar niet al te veel zorgen om? Ik maak me er wel zorgen om. En dan komen we het volgende. Dat is de regeerbaarheid of de bestuurbaarheid van Nederland. Maar er is nog een punt wat helemaal wegvalt. We hebben die natuurregelgeving absoluut gesteld. Namelijk in resultaatsverplichtingen. Er moet zoveel procent ammoniak moeten verdwijnen. En daar is alles aan ondergeschikt gemaakt. Maar goede besluitvorming kijkt ook, en dan heb ik het weer over die representatie, naar andere belangen die meespelen. Hm. En bijvoorbeeld een punt als voedselveiligheid is totaal geen item in het land. Je hebt wel discussies van waarom moeten wij zoveel exporteren? Nou, omdat we het zo goed doen. En we exporteren niet alleen veel goederen, landbouwproducten, maar we exporteren ook technologie, exporteren managementdeskundigheid en gaan zo maar door. Maar over de voedselzekerheid hebben wij het niet. Niet voor Nederland en mondiaal ook nauwelijks. Hm. Maar die verhouding natuur en landbouw, die moeten we eens goed in de gaten houden. Want als er op een goede dag een kladderadatsch komt hier op logistiek gebied en bijvoorbeeld alle import valt weg, dus ook voor grondstoffen, ook voor kunstmestgrondstoffen, dan kunnen we hier nog eens wat beleven, zeg. En dan zeg je, ja joh, dat gebeurt allemaal niet. Nou, kijk eens even naar die periode die achter ons ligt. Kijk eens wat Oekraïne heeft gedaan met het wereldvoedselvraagstuk. Dus het kan wel. Die discussies worden niet gevoerd. Ook de balans van natuur, landbouw en bijvoorbeeld infrastructuur en woningbouw of bedrijventerreinen wordt nauwelijks gevoerd. Wel. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat woningbouw is ook een belang. Natuur is een belang, ja. Maar woningbouw ook. Landbouw ook. En die belangen zou je eigenlijk simultaan willen realiseren? En die moet je bij elkaar leggen en dan moet je niet zeggen, er is er eentje boven geschikt. En in dit geval is de natuur boven geschikt. En dus kan het niet halen van een stikstof keiharde doelstelling, kan ertoe leiden dat de bouw plat gaat. Hè? Of dat er het ondergronds opslaan van CO2 niet doorgaat. Of en ga zo maar door. Nou, dit is gewoon ridicuul. Dit vind ik dus gewoon slecht bestuur. En dat moet weer terug. Je moet gewoon die hele zooi op tafel leggen en kijken waar vinden we nou een beetje balans. En dan is er... En waarom is die bestuursgeest geridiculiseerd? Waarom is die het absurde gericht geraakt op bepaalde activistische uitgangspunten? En is de integrale afweging van verschillende belangen en hoe die met elkaar samenhangen, lijkt die niet plaats te vinden? Hoe komt dat? Nou, ook vanuit jouw ervaring als bestuurder van Nederland? Eén ding wat ik in Den Haag wel heb ontdekt en waar ik grote problemen mee heb, dat is dat de politiek nog alles ambitieus wil doen. En dan moet er opeens wat gebeuren en dat is dan weer Nederland. We hebben altijd dat vingertje omhoog. De rest van de wereld, daar is van alles op aan te merken. Maar dan zijn wij opeens zo goed. En dan zullen wij wel eens laten zien wat allemaal kan. Gebrek aan denken in termen van realisme en haalbaarheid. Ja, dat hebben we met de kaderrichtlijn water gedaan. Dat werd ook ongelooflijk ambitieus ingestoken. Nou, wacht maar af over een paar jaar. Dat hebben we ook gedaan met de ecologische richtlijnen. Vogels, habitat, nou, Natura. Moet eens kijken wat wij allemaal kunnen. Het Parijsakkoord, zoveel procent CO2-reductie, nou, daar doen wij gelijk 10% bij en we zetten het ook nog in de wet. Snap je dat soort dingen, hè? Ons initiatief Klimaatwet. En ga ze maar door. Torenhoge ambities. En daarna geen idee hoe je dat nou moet waarmaken.
Hoe je dat in de uitvoering zeg maar terug kunt halen. Zodat je ook weet dat het kan en dat het betaalbaar is. En dat het niet in strijd komt met allerlei andere belangen die ook spelen. Want jij ziet dit als een patroon dat ook op andere dossiers zichtbaar is? Dus nou, ik heb er net een paar genoemd. Abstract denken? Ja, klimaatdenken in fantastische doelstellingen, ja. Torenhoge ambities en dan vervolgens vastlopen. Ja. He, dus we willen geen kernenergie meer, we willen geen kolencentrales meer, van de olie af. Toen ook allemaal riepen we van het gas af. Vervolgens gebeurt er wat, dat gaat zomaar. Hè. Oorlog in Oekraïne, ver weg, met giga gevolgen wereldwijd. En opeens is er geen gas meer en dan zie je diezelfde minister die heeft lopen toeteren van we gaan overal vanaf. Die wil weer kernenergie en die liet de kolencentrales maar weer opengaan en die haalt overal duur LPG-gas vandaan. Nou, dat krijg je nou wanneer je beleid, laten we zeggen, te gedurfd maakt, te ambitieus en al het andere weglaat. En daarom zeg ik, en dat heeft te maken met hoe wij besturen in Nederland, gooi die hele zooi op tafel. Doe er een hoop deskundigheid bij. En dat hoeft een bestuurder allemaal niet zelf te weten. Maar hij moet wel weten wat hij er allemaal bij haalt dankzij een ander. En kijk dan eens of je daar zo'n mooi mengelmoesje van kunt maken. Maar toen jij daar dus in Staphorst sprak voor die boeren, meer dan 100 waren het er? Ja, 100. Ja, zaal vol. Ja. Toen had je wel het idee van dat er voldoende zelfvertrouwen is om de schouders eronder te steken. Daar en wel, omdat... Van zo'n proces... Ja, dat, om daar ook aan bij te dragen. En bij heel, ja, er hangt een ongelooflijk misverstand over boeren in het land. Dat ouderwets en nergens toe bereid en denk alleen maar aan geld. En ja, je weet wel, hè, spuiten maar raak. Staphorst, dat is toevallig dat hele gebied daar. Waarschijnlijk al eeuwenlang hebben die zoiets van, we willen vooral ook onszelf redden. En prima dat een ander zich er mee bemoeit. Maar we weten zelf ook wat. En hoe die zich daar weten te redden, dat is echt fantastisch. En die staan open voor alle gesprekken, maar je moet ze wel respecteren. Nou, en dus heb je daar een prachtige avond. Een gesprek van, jongens, hoe gaan we hier nog verder? En omgekeerde vlaggen, dan weet ik het allemaal, geen moment. Nou, ik heb laatst ook opgetreden op de najaarsconferentie, bestuurdersconferentie van de SGP. Ja, dan zit ik alweer in die hoek. Maar weer dezelfde opbouwende sfeer. En dat heb ik heel wat liever dan dat activisme. En ik bedoel met activisme dan ook die ambities. Van kijken zo goed wij zijn. Maar ook het activisme van al die groepen die naar de rechter lopen. Want ik vind zo langzamerhand wel, we hebben de rechter hard nodig om geschillen te beslechten. Maar om met alles gelijk naar de rechter te lopen en die rechter dan weer uitspraken te laten doen. En die heeft het straks gedaan, waar je zelf ook al een beetje bang voor werd. Dat is heel slecht voor een rechtsstaat. En komt het ook omdat in Den Haag wordt eigenlijk niet goed gehandeld. Ook niet met het oog op een verduurzaming van het boerenbedrijf. En dan springen die activisten erop. Die vinden het niet snel genoeg gaan. En ze hebben ergens ook nog wel een punt ook. Of ze hebben een hekel aan boeren. Ja, dat scenario hou je ook open. Ik denk dat bij D66 en GroenLinks en de Dierenpartij, daar hebben ze gewoon de pest aan boeren. En dat vertaalt zich natuurlijk op een wat andere manier dan ik het nu zeg. Maar daar loopt het wel op uit. Dus, en als ik het dan wat netter moet formuleren, ze hebben geen respect voor de spankracht van onze agrarische sector. En die is gigantisch groot. En als je nou gewoon zegt, geacht agrarische sector, en dat zijn niet alleen de boeren hoor. Dat zijn ook de banken, de toeleverende industrie, de Wageningen, het hogere beroepsonderwijs in de landbouw. Denk eens even met elkaar na van, hoe doen we een paar stappen? Maar doen die... En dan moet je dan niet direct een datum opstempelen. Zo van, je hebt 3 jaar de tijd en dan moet het klaar zijn. Als het een jaar later, langer duurt of 2 jaar langer, maar het komt wel voor elkaar, moet je ook blij zijn. We zitten nu natuurlijk wel in een hele rare impasse. Namelijk dat die vraag om snelle verandering is zo groot. En de activisten die maken er ook nog een apocalyptisch verhaal van. Oh ja, vreselijk. Ja. Dat aan de kant van de boeren een soort, dus ook door jou gelegitimeerd, een soort berusting aan het ontstaan is. Van nou ja, laten we het eerst maar vast. Vastlopen. Dat heb ik geroepen hoor, dat zeggen zij niet. Ik heb dat geroepen van jongens. Maar je zou toch als er niks meer kan, dit beleid loopt vast. Maar dat is veel erger. Dat is heel erg. Want dan heb je geen beleid. En dan heb je geen goed bestuur en dan krijg je chaos. Wat dat betreft, we hebben het hier nu over stikstof, maar kijk maar eens breed om je heen in Nederland. Hoe wij met onze ambitieuze politiek, hoeveel chaos wij gecreëerd hebben.
Kijk maar naar de jeugdzorg, kijk naar de zorg in het algemeen. Kijk eens naar de Belastingdienst, hoe geweldig die draaien, wat daar allemaal mee gebeurd is. We hebben het leger afgeschaft, terwijl we er nu achter komen hoe idioot dat is. En zo kun je nog een hele tijd doorgaan. Hoe komen we hier weer uit? Nederland wordt ongelooflijk slecht bestuurd. En in de jaren, onze instituties, onze grote landelijk draaiende organisaties, die draaien slecht. En we hebben er wel een hele bureaucratie bovenop gelegd om alles te controleren. Maar dat het een beetje ook zelf spontaan zijn gang kan gaan en de goede dingen doen, is bijna niet meer mogelijk. En wee de dag dat mensen zeggen, ik haak af, ik doe niet meer mee. Ze zoeken het maar uit. Ja, hij is al bezig. Dat zijn die omgekeerde vlaggen. Je kunt geen vuurwerkdiscussie meer voeren, joh, want de mensen hebben al lang geleerd, ik ga lekker mijn gang. Je kan toch ook overal illegaal vuurwerk weghalen? Nou, er is al een heel crimineel circuit is daar ontwikkeld en die helpt je wel. En als dit gaat, hè, mensen haken af, mensen willen niet meer meedoen, ze raken gedemotiveerd. Ja. Ze worden wederspannig en zoeken hun eigen weg wel. Nou, ik ben hier bang voor. Dat Nederland slecht bestuurd wordt nu, maar straks onbestuurbaar wordt. Je hebt decennia lang ervaring als ondernemer en bestuurder. Wat zijn voor jou momenten dat je denkt van nou, toen was het zo chaotisch niet? Toen zat er nog voldoende zoeken naar draagvlak in beleid en bij beleidsmakers en genoeg expertise. Op welk moment moet jij terug? In opbouwtijden, hè? Toen na de Zeeuwse ramp, in Zuidwesten, 1953. Ja. Nou, toen kwam, dat wisten we al lang, want daarvoor hadden we ook al de Zuiderzeewerken gehad, waar ik dan zelf middenin woon. Maar toen kwamen we erachter, dit kan zo niet langer. Daar kwam het Rijk achter, Rijkswaterstaat kwam erachter, de waterschappen kwamen erachter. Ja. Moest kijken wat er daarna allemaal gebeurd is. En dat is niet alleen Deltawerken, met een enorme know-how eromheen die zich ontwikkeld heeft, hè, maar ook de aannemerij, de wetenschap die er bovenop gedoken is, Delft. Nou, dat is wereldwijd. Daar hadden we die calamiteit voor nodig, in ieder geval, stabiele, verzeilde cultuur. Toen kwam er opbouw. Nou, daarna hadden we nog een keer die ellende in 1995 in het rivierengebied, bijna een overstroming, aangepakt. Ja, die dijk is aangepakt, ruimte voor de rivier, alweer een hele hoop deskundigheid opbouw. Nu loopt het volgende Delta-programma. Hè, voor de komende... Kun je toch nog even een voorbeeldje bij die 95 rivierdelta noemen? Wat is daar een mooi voorbeeld van? Nou, uiteraard is er toen weer allerlei dijkversterkingen op gang gekomen. Dat werd zwaar geblokkeerd, ook weer door de activisten. Die konden, laten we zeggen, ook de Tweede Kamer helemaal plat krijgen om besluiten te nemen. Dat gebeurde niet meer. Ja, die dijkenbouw heeft 15 jaar plat gelegen toen. En toen kwam 95, ja, toen moest er wat gebeuren. Nou, noodwetgeving, van alles erbovenop. Maar toen kwam ook het denken weer op gang van hoe kun je dan dijken bouwen sterk, maar ook een beetje passend in het landschap. En dat programma Ruimte voor de Rivier is er gekomen. Kun je ook op een andere manier dan met hoge dijken het water geleiden, zeg maar. Dat geen overstroming komt, dijk verleggen. Combineren van waterberging en natuurontwikkeling. En... Dus daar hebben we enorm zitten te opbouwen en het loopt gelukkig, dat is dus institutioneel goed vastgelegd, dat Delta-programma dat loopt gewoon door. Ja, godzijdank, want als die politie ergens met de vingers aan kunnen komen, dan zullen ze het niet laten. Maar dit gaat dus niet meer, er is wetgeving, er is geld, het is institutioneel allemaal goed geregeld. Maar hetzelfde hebben we met de landbouw gedaan. We waren een agrarisch importland. Nou, veel honger geleden hier voor de oorlog. Nou, de hongerwinter was natuurlijk helemaal iets. Dat willen we nooit weer terug hebben. Over een zeer breed front hebben we toen de Nederlandse landbouw ontwikkeld. Met onderwijs erbij, de banken. En gaan ze maar door. En dan kunnen we zeggen, dat is ook scheef getrokken. Natuurlijk. Maar dat kun je ook weer repareren. Maar dat hele bouwwerk, dat liep door. En toen waren we... 30 jaar later, opeens de tweede exporteur wereldwijd. Nou, er zit ook doorvoer bij als je dat eraf haalt. Laten we zeggen de derde en de vierde exporteur. Maar dat niet alleen. We konden de wereld ook wat laten zien, namelijk hoe je meerwaarde maakt. En ook hoe je adaptief wordt. De omstandigheden veranderen. We hebben veerkracht genoeg, spankracht genoeg om erop in te spelen. En dat moeten we blijven doen met onze landbouw. En dan willen die boeren, maar ook anderen eromheen, want die zijn net zo belangrijk, onderwijs, onderzoek, maar ook de grote industrie eromheen, die denken er rustig in mee. En dan kun je grote slagen maken en dan heb je niet van het rare beleid nodig,
dat alles vastlegt zoals wij het nu doen. Maar neem ons eens mee in het perspectief dat jij dan voor je ziet voor het Nederlandse boerenbedrijf. Rekening houdend ermee dat het op export gerichte groeimodel dat vanaf de Tweede Wereldoorlog is opgekomen, dat nu een correctie behoeft. Hè? In ieder geval een ingroei in de zin van een consolidatiegroei in plaats van expansieve groei. Waarom zouden we niet gewoon blijven exporteren als wij hier... Ik zeg niet dat we moeten stoppen met exporteren, maar ik ben gewoon benieuwd naar wat jij als wenkend perspectief ziet, waar draagvlak voor is en waarvan je ook wel kan zeggen dat het tegemoet komt aan, je moet een paar, aan de wens om het boerenbedrijf te verduurzamen. Je moet een paar goede stippen aan de horizon hebben van waar we naartoe willen. En dat moet je helder invullen. Maar de weg daarheen moet je veel openlaten. Dus ik zal weer even het waterbeleid noemen. Wij willen dat Nederland over 50 jaar gewoon veilig is onder veranderde omstandigheden. Nou, dan ga ik verder, zal ik niet te veel details doen. Hoe komen we daar? Ligt open. Vul maar in. En dat is een programma dat elk jaar mee doorschuift. Waar je elk jaar dus zegt van de komende jaren gaan we dat doen en dan dat. De jaren erop onderzoeken we. En de manier waarop je dat doet, nou... Dijken. Wat is een goede dijk? Die moet hoog genoeg zijn, die moet breed genoeg zijn, die moet erosiebestendig zijn. Ja. Er moet geen water onderdoor komen, piping en nog een heleboel van die dingen meer. Maar een dijk mag je ook verleggen. Je mag, nou, en ga ze maar door. Zoek u maar uit. Geef die ruimte. Nou, en dan zijn we capabel genoeg om daar wat moois van te maken. En dat hebben we in de landbouw ook steeds laten zien. En als er dan iets anders moet, vertel het ze maar. En zet die stip op de horizon en geef de gelegenheid om daar naartoe te groeien. En dan moet je eens ophouden met al die wilde verhalen, hè, zoals bijvoorbeeld die megastallen en weet ik wat. Nou, we hebben hier helemaal geen grootschalige landbouw in Nederland. Het is allemaal redelijk kleinschalig. Dus die hele rare beeldvorming eromheen moeten we ook vanaf. Maar je hebt toch wel een bio-industrie? Ik bedoel, dat hebben we overal ter wereld, dus dat is niks bijzonders. En ik las nu dat er in Tsjechië, dat komt nog uit het communisme. Daar is de landbouw veel grootschaliger dan hier. Ik bedoel, daar heb je bedrijven van 5, 6, 7.000 hectare. Maar er is ook de varkens en kippen. Dat is ook allemaal veel grootschaliger dan hier in Nederland. Vogelgriep in een pluimveestal 750.000 legkippen weg in één keer. Zo. Die schaal hebben wij hier niet. Dus dat valt allemaal best mee hier. Maar grootschalig hoeft helemaal niet slecht te zijn. Als je dat allemaal netjes kunt inpassen, als het allemaal verantwoord is, als er overal aan voldaan wordt. Als het een klein beetje in de natuur ingeweven zit, zodat het niet grote schade berokkent. Waarom mag het dan niet grootschaliger? En het gebeurt toch. Want de helft van de boeren heeft geen opvolger. Dus je wacht één generatie en alles is twee keer zo groot. Maar waarom is dat erg? We hadden in 1947 hadden we geloof ik 300.000 agrariërs in Nederland. En ik denk geloof dat we nu op 50.000 of 60.000 zitten. En als je nog 30 jaar wacht, dan zitten we op 25.000. En dan kunnen we zeggen, dat willen we allemaal niet. Dat gebeurt toch. En waarom ook niet? En waarom mag het in de landbouw niet? En waarom mag het in de middenstand wel? Vroeger hadden we, het dorp waar ik ben groot geworden, waren 5 bakkers. En nu is er geen 1. Nee, nou ja, goed, de vergelijking gaat in die zin niet op dat men zegt dat de ecologische voetafdruk te groot is van de boeren. Nou, kijk even over de grens en dan is die voetafdruk hier oneindig veel gunstiger dan ongeveer overal elders. Nou ja, dus jij zegt eigenlijk Nederland moet geen voorhoede daarin willen zijn, maar gewoon nuchter vergelijken. Wij moeten een voorhoede zijn in het goed doen. En wat goed is, moeten we lekker met elkaar invullen. En wat doen we eigenlijk echt goed in het Nederlandse boerenbedrijf? Nog bijna alles. Wij lopen dus met bijna alles voorop. Maar jij staat eigenlijk jij staat eigenlijk voor de status quo. Jij zegt eigenlijk, we worden nu aangevallen op basis van irreële modellen, met allerlei hoge verwachtingen in 2030, terwijl eigenlijk, we doen het eigenlijk heel goed en niemand ziet het nog. Als je nou eens iets minder ambitieus wordt met gewoon... Kijk, Natura 2000, hè? Natura 2000, hè? Weet ik hoeveel gebiedjes hebben we. Ja, een stuk of 160, dacht ik. Toen in de Eerste Kamer heel wat discussies gevoerd. En zelfs samen met de landbouwvertegenwoordiger van de SP, die er ook zo over dacht, kun je nou niet eens wat van die gebiedjes bij elkaar voegen, zodat het een groter geheel wordt. Hmm. En kun je nou de doelstellingen niet eens wat rekkelijker invullen, zodat je ook ruimte geeft voor ontwikkelingen waar je nu nog helemaal niks van weet, zoals klimaat of verdroging en ga zo maar door. Ja, ja. En ga er dan eens wat speels mee om. En als er van alles verdwijnt, nou jongens,
hou goed in de gaten als dat klimaat echt verder verandert. Dus met temperatuurverhoging, invasieve soorten en ga ze maar door. Er verdwijnt echt van alles, dat hou je niet tegen. Nou, laat het gebeuren, maar kijk eens even wat je er dan ook weer bovenop kunt zetten. Dus jij zegt eigenlijk dat zijn dogma's geworden in Natura 2000 gebieden. Ja, het zijn overspannen dogma's geworden. Ja, waarbij ook het ideaalbeeld van de Waddeneilanden te veel het criterium van kwaliteit geworden is voor de modderpoel naast Haarlem. Ja, maar de Waddeneilanden is ook allemaal cultuurgebied. Er is eigenlijk maar één echt natuurgebied in Nederland, maar zelfs daar zitten we in de Biesbos, roeren. Of dat? Nee, de Waddenzee. Maar zelfs daar zitten we wat te doen. Maar wat doen we met de Waddenzee? Ik heb geen benul wat daar de gevolgen voor zijn, hoor. Maar als de zeespiegel 30, 40 centimeter hoger wordt, wat gebeurt er dan met die Waddenzee? Misschien moeten we dan ook wel een beetje ingrijpen om daar nog wat, laten we zeggen, gewenst ecologisch niveau op peil te houden. Maar dat weet ik allemaal niet. Maar sta daar gewoon open voor. Ook dat dingen gewoon gebeuren, ook al wil je ze niet. En dat er onverwachte dingen gebeuren die we nooit gezien hebben. Ja. Sta er open voor. Meer bestuurlijke veerkracht. En zeg dan gewoon wat stippen op de horizon. En haal iedereen erbij en zeg dan, jongens, en dan komt het. Dan moet een Tweede Kamer goede besluiten durven te nemen. En de regering moet goed regeren. Ja. Nou, en dat vind ik op het ogenblik behoorlijk een slappe hap. Ja, maar was dat 10 of 20 jaar geleden ook al zo? Ik vroeg je eerder, ga eens terug naar een moment dat je nog vertrouwen had in de Nederlandse politieke cultuur. Toen noemde je die calamiteit, hè, dus die rivieren. Hoe we daarop gereageerd hebben en de watersnoodramp. Ja, maar toen hadden wij, om het nog eens een voorbeeld te noemen. Maar dat was een calamiteit. Ja, maar toen hadden wij een ministerie van Verkeer en Waterstaat met ontzettend veel denkkracht. Rijkswaterstaat, dat was een begrip. Daar liepen lui rond. En die kun je allemaal nog terughalen, hè, die ervoor opliepen hoe je dingen moet aanpakken. Die ook de laarzen aangehaald hadden. Ja, ik bedoel niet als ze een keer op excursie gingen, maar ze werden zo groot. Mm-hmm. En dat had je op het ministerie van Landbouw net zo. Dat mannen van de praktijk. Letterlijk uit de klei getrokken. Prima, die wisten tenminste wat over gaat. Nu komen ze uit de universiteit. Of ze komen gewoon uit de kring van medewerkers uit de Tweede Kamer. Dat is allemaal prima, hoor. Dus veel bestuurlijke incompetentie eigenlijk. Gebrek aan realiteitszin. Je moet een beetje gevoel hebben waar het over gaat. Ja, een beetje boel. En dan weet je ook wat uitvoering van beleid betekent. Ja, ja, en nu is beleid, dat is het papier wordt gedrukt. Ja. Ja, en daarna is het voor een ander. Dus weinig ervaringskennis in de ministeries eigenlijk, zeg je. Dat is een belangrijke verklaring voor de kennis is eruit gewerkt. Dat is gewoon toe besloten, die halen we uit de markt. En dus is Rijkswaterstaat op het ogenblik, boerentermen, is redelijk gecastreerd. En je kunt inderdaad alles uit de markt halen, maar je moet ook de kennis, je moet ook weten wat je niet weet. Ja, je moet weten wat je uit de markt moet halen. En dan weet je wat een ander aan moet leveren. Maar daar moet je wel een beetje benul van hebben. Ja, ja. Snap je? En in de Tweede Kamer zelf, wat is daar het type commissie? Vakkennis ontbreekt. Maar dat hebben we toch altijd al. We hebben toch nooit echt een Tweede Kamer met vakkennis gehad? Als je. Dat is toch en dan klinkt het wat raar. Ik vond een van de aardige dingen van die Eerste Kamer, dat daar wat oudere lui zaten. En die waren gewoon uit de samenleving getrokken, uit allerlei functies. En ik bedoel, een stelletje burgemeesters in de Eerste Kamer, of ex-burgemeesters, die hadden dus wel bestuurd. Hè? En die weten wel hoe de werkvloer eruit ziet. En dat je dan een wet maakt, en die weten donders goed waar die wet terecht komt. En dan word je iets voorzichtiger. En datzelfde geldt dus mensen die landbouw in portefeuille hebben. Het zal toch wel goed zijn dat die. Nou, ze hoeven om mij nog geen boer te zijn geweest, maar toch wel een beetje die sector hebben rondgehangen, zodat ze weten waar het over gaat. Maar dat geldt ook voor industrie. Dat geldt voor het bedrijfsleven in het algemeen. Vraag VNO maar eens hoe die erover denken. En hoe ziet de Eerste Kamer er nu uit, langs deze nou, langzaam maar zeker verpolitiekt de Eerste Kamer. En wordt het daar ook in plaats van. Je wordt benoemd omdat je de juiste mening hebt. Nou, bijvoorbeeld. En ze gaan er dus ook vertellen dat ze het kabinet wel eens zullen controleren op beleid. Nee, ze moeten die wetten moeten ze toetsen op uitvoerbaarheid. En dan moet je weten waar het over gaat met die wetten. En desnoods afstemmen, terugsturen, weet ik wat. En je moet daar niet gaan vertellen van wat ze in de Tweede Kamer niet voor elkaar krijgen. Dat gaan wij in de Eerste Kamer dan wel eens even rechtspijkeren. Dan heb je twee Tweede Kamers. Nou, dan ben je gauw overbodig, hoor. Ja, ik verwacht in 2023 wel grote problemen dan. Want we krijgen natuurlijk verkiezingen. En die Eerste Kamer zal helemaal vol komen te zitten met mensen die anders denken over de politiek dan de Tweede Kamer. Dus dan krijg je een politieke strijd.
Ik hoop dat daar aardig wat mensen met bestuurlijke achtergrond in blijven zitten. En ook rechtsgeleerden, die weten wat een wet is. Wetgevingsjuristen, dan gaan ze maar door. Die ook niet meer op de departementen zijn. Dat is ook een reden dat de kwaliteit van de wetten terugloopt. Nou ja, los van de ervaringskennis, dus te weinig juridische kennis. Juridisch ambachtschap. Kijk, beleidsjuristen, dat is één ding. Nou, die heb je natuurlijk ook wel nodig als je beleid wil maken. Maar wetgeversjuristen, dat is heel wat anders. Hoe zit de wet in elkaar? Hoe weet je dat wat er in de wet staat, dat dat goed combineert met wat er in andere wetten staat? Hoe weet je dus wat het element uitvoerbaarheid betekent en waar dat terecht komt, zodat je dat er ook in betrekt? Daarom moet een wet van een beetje omvang of een beetje impact, zo'n wet moet je eens even geduldig opbouwen en dan eens even wegleggen bij die kringen waar ze ermee te maken krijgen. Vind er eens even wat van. Neem de tijd voor een goede wet. Breng dat er allemaal in. En kijk dan eens hoe je weer verder moet. Hoe de volgende stap eruit ziet. Want de wet moet een bouwsteen zijn voor de samenleving. Hè? Heb jij het idee dat wegleggen bij kringen in de tijd dat jij in de Eerste Kamer zat, dat nog werkte? Nou, toen werd het ook al minder hoor. Dus het is ook de Eerste Kamer zijn een soort technocraten geworden. Nou, eigenlijk, binnenkijken. Het moet snel. Het moet snel. Je hebt een regeerakkoord. Er staat veel beleidsvoornemens in. Daar heb je wetgeving voor nodig, veranderde wetten of nieuwe wetten, dan gaan ze maar door. Maar een regeerakkoord, ja, dat is niet eens 4 jaar, dat is 2,5, 3 jaar. Dan is het op. En dan moet het hele beleid op de rail liggen met de wetgeving erbij. Ja, dan heb je geen tijd voor goede wetten. En dan kan het snel gaan hoor. En dat die tijd er niet is, hè? Moet je eens kijken hoe snel die politiewetten doorgejakkerd is in de tijd. De centralisatie van de Nederlandse politie? Ja, nou, dat was in de achternamiddag. En het proces was al bezig toen de wet nog in de Tweede Kamer lag. Ja. Veel te snel. Ja, dus ik had het veel te snel. Het beleid we zijn ook, inmiddels 10 jaar verder. Beleid maar, ook veel te snel. Of 20 jaar verder al zelfs. Ondoordacht. En iets afbreken gaat snel, iets weer opbouwen. Ik denk erom dat lastig werk is. Dat merk je nu in het leger. Hè? Dat is nou, zo goed en zo kwaad. Ja, maar het is wel een verschil met de politie. Dat is een verschil met de politie, want de politie is alleen maar groter geworden en het leger is gedecimeerd. Ja, maar het leger is dus ongeveer afgeschaft. Ja, dan kan je niet meer opbouwen. Nu blijken we dat heel gevaarlijk is en dat we toch Amerika moeten helpen met onszelf te verdedigen. Ben je 20 jaar verder? Ja, dat kost 20 jaar. Ja. En dat is niet, kijk, een tank kopen, dat kan nog wel. Ja. Maar je hebt er de hele infrastructuur voor nodig. Dus ook je moet de mensen opleiden. Maar daar heb je dus ook de opleiding zelf voor nodig. Dit gaat veel tijd kosten. En daarom ben ik zo bang dus voor... En wat is nou de oorzaak geweest van deze bestuurlijke kaalslag, om het zo te noemen? Het wegfaceren van die kennis, het contact met de kringen in de maatschappij? Politiseren, joh. We willen van alles. En daar gaan we mee de verkiezingen in. En dus wel eens even laten slogan, zien... Slogan politiek. Slogans. Even laten zien wat wij allemaal kunnen. En de VVD heeft zich eraan bezondigd, maar het is een bredere... Ook allemaal. Alleen de SGP niet. Dus een gebrek aan besef van wat je aan nederigheid eigenlijk. Ja, nou, je zegt, de SGP, nou, die beroemen zich er ook op dat ze oude stempels zijn natuurlijk. Dat de geschiedenis moet doorwerken. Maar nou, dat vind ik een partij. Dat zijn gedegen lui en die gaan niet mee in die maalstroom. Maar de rest wel. En dat moeten ze niet doen. Ze hoeven je niet te kennen. Je moet gewoon je werk goed doen. En degene die ze op de lijst zetten, dat moeten geel lui zijn die elke keer weer in praatprogramma's zitten. Nou ja. Daar hebben we niet zoveel aan. Een gebrek aan ambtelijk vakmanschap eigenlijk. Gewoon dus. Aan politiek vakmanschap. Het is een ambt. En dat geldt ook voor ambtenaren op de ministeries en bij gemeentes en bij provincies. Ja. Die bekleden een ambt. En die moeten daar niet een baantje doen, maar een ambt vervullen. En dat heeft een iets andere reikwijdte. Ze zitten er ook voor het algemeen belang. En niet voor segmenten. Ja, niet voor de visie van Bijeen of van de VVD. Precies. Maar het is dus wel iets dat activisme is ook... Ja, dat is de VVD ook, de liberalen ook niet in de koude kleren gaan zitten. In die zin is het echt een bredere ontwikkeling geweest. Ja, als je... Verliezen van ambachtelijke... De VVD was ook altijd een rustige partij. Kun jij je nog wat herinneren van de Christelijke Historische Unie? Dat is ook zo'n rustige partij. Anti-revolutionaire partij... De degelijkheid zelfs, alles werd bediscussieerd. En als je het niet goed kon onderbouwen, dan klopte er vast iets niet. En iets ervan moet gewoon weer terugkomen. Die degelijkheid, de tijd nemen. Je baantje daar als een ambt gaan zien. En niet dat jachtige van...
Je hebt hier nu al 6 jaar gezeten, nu moet je maar eens weg, want dan moet weer een ander. Als je het heel goed doet, blijf vooral zitten. Zorg dat er historische kennis is opgebouwd die doorgegeven kan worden. Ja, dat klinkt allemaal geweldig conservatief. Nou, helemaal niet. Klinkt als gezond verstand. Maar dat gaat ermee ook om dat je... Mark Rutte zegt van visie, daar beginnen we dus niet aan. Dat is een akelige eigenschap als je dat wilt. Ja, terwijl hij ondertussen dus eigenlijk juist heel visionair was. In de zin van vanuit één beeld iets willen veranderen. Nou, ongemerkt doet hij dat toch. Doe je dat toch wel. Ja. Maar je moet juist wel een end vooruit kunnen kijken. Maar niet met blauwdrukken. Maar gewoon die stip op de horizon is heel ver weg. Maar wel een end vooruit. Dan zeg, hou we de gaten jongens. Dit staat ons te wachten, daar moeten we op voorbereid zijn. Ja, oké, even terug naar die boeren nog, want we hebben nu wel mooi zeg maar het boerenstikstofvraagstuk doorgeboord naar de bestuurlijke problematiek die het ook grotendeels verklaart. Dus dat is het gebrek aan ervaringskennis en vakmanschap aan de kant van de mensen die dit beleid over de boeren heen storten, zeg maar. En hun activisme ook. Maar als je teruggaat naar dat vraagstuk zelf en dan... Waar denk jij dat het nou, hoe kun je je nou bewapenen, ook als boer of als gemeenschap, tegen deze grote donderverhalen die toch willen dat het allemaal verandert? Wat moet je er nou tegen doen? Ja, wat er nu gebeurt dus met het beleid rond de natuur en nou in één keer doorgetrokken dan de landbouw in, daar kun je bijna niet tegen wapenen. Het is zo onduidelijk. Ja. Het is zo... Je kunt roepen, de banken die moeten erin springen. Hè? Nou, de Rabobank, dat is toch de bank voor de boeren. Hè? Dus die moet helpen, die moet kredieten geven voor boeren die het allemaal anders doen. Nee, de Rabobank moet zorgen dat er met rendement belegd wordt. Of geïnvesteerd wordt. Dus die kunnen helemaal niet mee die omslag maken? Ja, natuurlijk kunnen ze wel mee die omslag maken, maar alleen als het verantwoord is. Maar ook in termen van de bank zelf. Die hele industrie rondom de landbouwsector, idem dito. Ja, die moet gewoon renderen en draaien. Dan kunnen we zeggen, ja, die moeten ook idealistisch zijn. Uitstekend, maar dan wel verantwoord. En daar kun je niet rare dingen van verwachten. En, ben je niet bang dat ze die industrie gewoon de nek aan het omhoppen? Ja, de landbouw... Als dit zo doorgaat, zoals we nu bezig zijn, hè, met die onduidelijkheid... dan leg je die landbouwsector gewoon 5 jaar plat. Ja, maar is het onduidelijkheid, Sibo, of is het gewoon eigenlijk heel helder uitgeschreven wat ze willen? Alleen niet haalbaar, maar gaan ze er toch doorheen duwen? Ja, als je zegt, er moeten 2000 boeren weg en je weet niet te vertellen wie dat precies zijn... dan leg je de hele sector lam, want dat zouden ze allemaal kunnen zijn. Hoe moet een boerenzoon of dochter... Hoe moet hij nu zeggen, ik ga het overnemen? Want dan moet je toch wel even een bedrijfsplan hebben, hoe je verder wil. En dat moet ook weer 30 jaar mee kunnen. Daarmee moet je naar de bank kunnen. Nou, de bank wil wel meedenken, maar als de bank ook niet weet of die straks toch opeens onder die 2000 valt of 3000 of nog wat anders. Ja, dan gaat de bank natuurlijk ook niet de nek uitsteken. En zo leg je de landbouwsector met deze onduidelijkheid, die leg je plat. Als je dat 5 jaar volhoudt, dan kon die sector wel eens op een enorme achterstand zijn gezet. En dan moet je dan weer opkrabbelen. En dat vind ik gevaarlijk. En vandaar dat ik ook zeg, natuurbeleid prima, moet je doen. Moet je wat moois van maken. Maar hou even al die andere belangen die meespelen ook in de gaten. En breng dat bij elkaar. En zorg dat daar een beetje evenwicht in zit. Ja, dus onder elkaar. Dus je hoopt vooral eigenlijk dat Den Haag verandert? De boeren moeten ook geen hekel krijgen aan de natuur. Dat is hartstikke schadelijk. En... Ja, maar ze hebben een stadsillusie dat boeren een hekel hebben aan natuur. Ze hebben intussen wel geleerd dat er ook ecologische waarden zijn. En ik heb de vorige keer toen je zaad ook staphorst als voorbeeld genoemd. Toen we het waterbeheer zeiden van jongens, we hebben straks te maken met niet alleen hevige regenval, maar ook droogtes. Laten we het gebied eens wat herinrichten en ook de ecologische waarden erin betrekken. Nou, waar kregen we toen een poot aan de grond om in West-Overijssel om daar eens grootschalig mee te beginnen? Dat was wel in Staphorst. Dus dat hele waanbeeld van die boeren willen niks die moet je vooral flink onder controle houden, want anders dan gaat alles mis. Dat is niet zo, je moet ze laten meedenken. En waar het fout gaat, moet je het ook keihard zeggen. En waar mensen over de schreef gaan, dus in de sfeer van de handhaving, aanpakken. Maar dat zal de grote meerderheid ook prima vinden. Wat heb je er al dat je imago verpest wordt? Ja. Ja, goed, de consensus is toch dat ze als industrie over de scheef gaan. Ja, hè? Dus dat is, ze zitten echt in het verdomhoekje. Hier naartoe ook alweer, onze vee-industrie. Ja, wat is dat nou toch?
En waarom maak je daar bezwaar tegen zo'n term? Dat... Kijk, zij zitten gewoon daar, de melkveehouders, ik noem maar wat. Kijk, de varkens en de kippen, dat is wat anders. Maar de melkveehouders, de akkerbouwers... Het is te veel concreter begrip. Die zitten gewoon in de open ruimte, zitten die daar te werken. En ja, op stal staan koeien, ja, dat is nogal logisch. Maar om nou te zeggen, ja, dat is een industrie. Nou, ik vind dat... Dan begrijp je niet waar je het over hebt. Het klinkt veel te denigrerend. Nou ja. En dan nodig je ze niet uit om ook nog eens lekker mee te denken. Nou, dat misschien stompt, begrijp je... Dat stompt af. Ja, maar dat gebeurt bewust. Het zwart maken van de sector. Daar zitten er veel te veel tussen die een hekel aan boeren hebben. Daar moeten ze mee ophouden. Kijk, in 1953 kwamen we erachter dat Nederland er hartstikke gevaarlijk bij ligt, waterstaatkundig. Nou, daar waren we ervoor in het begin van de eeuw. In het IJsselmeergebied waren we er ook al achter gekomen. Vandaar die IJsselmeerwerken, de afsluitdijken en die inpolderingen en ga zo maar door. 1995 kwamen we erachter dat het rivierengebied hartstikke onveilig was. En een groot gebied hoor. En dat is te laat, of bijna te laat. Daar moet je niet altijd op laten aankomen. En daar zeg ik ook de voedselzekerheid. En dat is niet alleen Nederland, dat is Europa, dat is ook de rest van de wereld. Dat wordt een ongelofelijke item. Echt enorm. En heel moeilijk te controleren. En waar baseer je dat op? Ook omdat dan? Er veel geopolitiek achter zit. Waar baseer je dit nu dan op? Het bulk van de honger wereldwijd. En een miljard mensen hebben te weinig eten. Of zijn zwaar onder voet of gaan dood. Maar ligt dat aan gebrek aan eten of gebrek aan instituties? Dat ligt aan van alles. Nou ja. Dat ligt aan logistiek en dat ligt aan grootmachten. Zoals China die roekeloos bezig is met de belangen van al die gebieden zelf. Maar met het afschalen... Dat ligt aan van alles. Maar daar kunnen wij als Nederland... Niet mee helpen als we de boeren gaan afschalen. Omdat wij hier landbouwkundig ongelooflijk veel kunnen betekenen voor die wereld. Ik heb aardig wat over de wereld heen gereisd. Adviseren, daar gaan ze maar door. Overal ligt de groene loper voor de landbouw en de blauwe loper voor het waterbeheer... Overal ligt die loper uit vanwege onze naam. Nou, dat zou echt niet het geval zijn als wij er een grote humbug van zaten te maken. We zijn het Silicon Valley van het boerenbedrijf, hè? Wij hebben de wereld echt heel veel te bieden. Ja. Ook landbouwkundig. En dat moet je koesteren. Ja. Nou, ik ben blij dat jij deze boodschap ook deelt in de schuren in het land. Onder andere dus voor een SGP-publiek. Maar ja, wat dat betreft kan het verkeer, hè? Je begint als VVD'er. Ja, inmiddels... Ik ben nog wel VVD'er. Op het christelijk erfgoed rondscharrelen, Siebe. Ja, maar ik ben nog wel VVD'er, ondanks veel kritiek op de partij. Ja, wat dat betreft... Die moeten wel eens goed gaan nadenken, de eigen liberale traditie, hoor. Dus even terug naar Thorbecke. En dan eens even weten wat goed bestuur is en goed burgerschap. Ja, want wat is dat volgens Thorbecke? Nou, dat de burgers betrokken worden dus bij zaken van algemeen belang. Zo simpel. En dat ze dat ook meegeven aan degene die ze daar in de vertegenwoordigende organen neerzetten. Nou ja. En dat diegene in de vertegenwoordigende organen ook weten wat goed burgerschap en goed bestuur is. Als de kijker trouwens geïnteresseerd is in Thorbecke, er is een boek over geschreven, een biografie van Remy Aerts. En die is hier geweest. Die heeft uitvoerig verteld over Thorbecke. Ik weet dat jij ook fan bent van het boek. Ik ben een enorme... fan van het boek. Lees het, maar kijk ook dat gesprek is. Daar kun je nog veel meer over die context van de opkomst van de grondwet in de 19e eeuw beluisteren. Ja. En zoals jij het dan interpreteert, dus het belang van de interactie tussen bestuurder en burger. Ja. Maar het is wel interessant, dus je staat zo voor het vak van goed bestuur eigenlijk, dat het jou niet eens meer echt uitmaakt of je nou voor de VVD of de SGP zegt, ja, we zijn gewoon die... Dat vind ik... Dat goede bestuur zijn we eigenlijk kwijtgeraakt. Die politieke kleuren zijn niet zo belangrijk. Ja, ik vind het van secundair belang. Ja. Ik vind het mooi hoor dat de partij wint. Dat is allemaal prachtig. Maar veel belangrijker is dat je met elkaar Nederland goed bestuurt. En nou, daar hebben we een paar knappe veren laten liggen de laatste tijd. Met elkaar, hè? Dat kun je niet eens op één partij afschuiven. Nee, nou ja, je zou toch wel kunnen zeggen dat Mark Rutte wel symbool staat voor de grote verandering. Die heeft... Maar die doet alsof hij maar een klein schakeltje is. Die is wel mee betrokken geweest bij het neoliberale beleid dat heel veel instituties in Nederland nou aardig te pakken heeft genomen. En daar moeten we eens even goed naar kijken. Dat organisaties, die moeten, laten we zeggen, met gezag ook zichzelf in de benen kunnen houden. En niet alleen met een hele hoop controle en toezicht erop. En, nou, er is nogal wat verlamd geraakt. En
We zitten in een verantwoordingskramp. Dus de liberalen moeten dan eens even nadenken of ze dat neoliberalisme niet eens een klein beetje weg gaan duwen. En daar versta jij onder te veel besturen op controle? Op controle, maar ook denken dat de markt het allemaal wel doet. Ja, ja. En dat uitvoering op afstand en dan lekker zakelijk georganiseerd, dat ook wel lekker loopt. Nou, dat uitvoeren op afstand, als dat betekent dat de wetgever niet meer weet wat uitvoeren is, is heel gevaarlijk. En dat moet de VVD zich aantrekken. En dan is het recept, pak weer eens even Thorbecke erbij en kijk eens waar we vandaan komen. Ja, mooi, de echte liberaal. Ja. Sibia, de vulkaan die zal nog wel wat verder blijven exploderen, hè? Van stikstof. We krijgen een wild jaar, ja. We krijgen een wild jaar? Ja, ja, ja. Ja, ja joh, als dit vastloopt, dan worden mensen radeloos. Hm. Ja. Nou, ik zie spoor... die pasboeren, hè? Ja. Daar gaan we kort stikstof. Ja, ja. Nou, een paar duizend. Nou, de rechter heeft gezegd, er moet gehandhaafd worden. Moet je die allemaal failliet laten gaan? Nou, dat gaan ze doen. Ja, maar dat kan toch helemaal niet? En dan zou ik maar eens even goed nadenken over hoe die wetgeving in elkaar steekt, zodat een rechter zulke uitspraken niet meer hoeft te doen. Jouw woorden, maar ik zeg amen. En ik hoop je spoedig weer te verwelkomen. Zie je? Nou, dank goed. Voor je komst naar Leiden. Was er genoegen. Goed dat je het gesprek hebt uitgekeken. Daaruit blijkt wel dat je ervan houdt om verdiepende gesprekken te beluisteren en te bekijken. Overweeg nu ook om lid te worden van ons kanaal op YouTube en maak even de melding via het belletje, zodat jij ook doorhebt wanneer er een nieuw gesprek is gepubliceerd. Kijk ook rond in de meer dan 1000 andere gesprekken die we hebben gevoerd, om te zien wat daar nog bij zit voor jou. En wil je ons echt steunen om het talkshowlandschap opnieuw te claimen en ruimte te maken voor het verdiepende gesprek? Doe dan een donatie.